Ik denk dat we de wedstrijd goed doorgekomen zijn. Ik denk niet dat we wat kneuzingen en problemen hebben overgehouden aan die wedstrijd. Ja, wat betekent dat voor de opstelling? Nou ja, goed, we hebben het goed gedaan. De enige is wel een wijziging in de opstelling. Leon Kaak, ik vind dat hij de laatste twee wedstrijden goed gespeeld heeft. Die ga ik wel wisselen. Daar komt Mark Diemers voor in de plaats. En, ja, in de hoop zeg maar, dat we daar op die positie nog meer kunnen gaan brengen dan we de voorgaande wedstrijden gedaan hebben. Ik ben gewoon fit. Ik kan nog niet 90 minuten spelen, maar ik ga zo lang mogelijk proberen vol te houden. Ja, je loopt nu al een tijdje rond hier in Doetinchem. Wat vind je van het niveau van de selectie? Ja, het is gewoon een goed niveau. Ik bedoel, je ziet het zaterdag ook weer tegen Heracles. Gewoon prima eerste helft. In de tweede helft aan het eind was het ook weer prima. Alleen moeten kansen scoren en zorgen dat we geen kleine foutje maken waardoor we goals tegenkrijgen. Ik denk als we dat herstellen, dat we nog veel punten kunnen pakken. Ja, afgelopen weekend kwam Diemers ook in de ploeg. Wat vond je dat hij het team bracht? Ik denk dat er dan in één keer veel meer beweging op het middenveld bij komt. In de passing, je kan mensen goed vinden. Ja, dat is een toegevoegde waarde, denk ik. En dan op die manier ADO zien te bestrijden. Want waar ligt de klasse van ADO Den Haag? Dat zit voorop. Het is een fysiek, vind ik, sowieso sterk elftal. Zeker in de duels en zo. Alleen voorop liggen de kwaliteiten. Met een Havenaar, een Schaak aan de rechterkant en links met een Duplan. Worden weer leuke duels. En hoe ga je daarmee om als je tegenover een jongen als Havenaar staat? Geef hem dan een paar rottekens aan het begin van de wedstrijd of hoe gaat dat? Nou, je weet dat hij kan goed koppen, is goede timing. Dus je moet altijd zorgen dat je hem net voordat hij wil springen even een klein zetje geeft. Dat hij uit balans raakt. En zelf gewoon vol overtuiging in de duels gaan. En dan zorgen dat je met het team de tweede drie punten van de tweede seizoenshelft binnen kan slepen. Ja, daar gaan we absoluut voor. En daar moeten we morgen gaan we hard aan werken. We gaan ons eigen spel proberen te spelen. En dan ligt het aan ADO en hoe goed we zelf zijn natuurlijk zijn, hoe dat uitpakt. Op juist moment moeten wij druk zetten. En ook liefst op de helft van de tegenpartij. Dat hebben we bij Heracles uitgedaan. Nou goed, en dan moet je ook in die omschakelmomenten kunnen profiteren. En dat willen we morgen natuurlijk ook.